Hallo dames en heren, jullie zien het. Vandaag gaan wij weer een nieuwe video opnemen. In sync met een K. Het betekent in de gootsteen. Ja, het is een klein avontuurtje. Wij bevinden ons op een verlaten eiland, onbewoond eiland, zo lijkt het. Met een stuurwiel. Dit is niet waar, er woont een kreeftenkrab. Een kreeftenkrab? Ja. Ik ga op play drukken, kijk wat er gebeurt. Ik ook, maar ik denk dat jij wel moet invoeren. Ja, hier Murphy, er staat hier rechts in beeld. Okay. Bloep! Oh, ik kreeg een douche. Wil jij een man met een baard zijn of een jongetje? Ik wil denk ik een jongetje zijn. Oké, okay. Dan doen we switch. Dan ben ik de man met de baard en de pet. Play. Wat een vibe muziek. Goeie, hè? Ah. Er is een kamer. Ja, ik heb hier... Oh, ik zie jou. Oh ja, ik zie jou ook. Hallo. Ik ga niet naar jouw scherm kijken. WSAD, spatie springen, linkerbuisknop het knopje omzetten. Ja, oké. Okay. Ik ga naar de volgende kamer. Voetstap, pressure plate is dit. Ik deed een kruipje. Jij moet denken, ja, jij drukt op de knop en mijn deur gaat open. Oh ja. Hier is een doosje. Ik heb een doos, daar staat 215 op. Bij mij staat 334. Mijn deur gaat open. 215. Ja, mijn deur gaat ook open. Vraagtekens is H. Ik druk H. Oh, H is hint. Oh. Ah. Want ik heb een 4 kleuren systeem. Ik ook. Ik kan door de muur kijken bij jou. Oh, hier. Kijk. Ik heb... Oh, nee, niet kijken. Je mag niet naar mijn scherm kijken. Ik kijk zeker niet. Ik heb voor jou blauw, groen, oranje, roze. Blauw. Oh, ik doe het fout. Wat voor blauw? Of het is cyan. Ja. En dan een beetje lime, donker lime. Oranje, roze. Ja. Maar dat is niet goed. Oké. Ga ik het anders formuleren? Oké, ik zoek even de groenen, of die ook allemaal hetzelfde zijn. Nee. Groen heeft een donkere groen aan de binnenkant en een lichtere groen aan de buitenkant. Een donkere groen aan de binnenkant en een lichtere groen aan de buitenkant? Die heb ik niet, maar die heb ik... Nee. Het is een beetje... Is het voor mezelf dan, die kleurencombinatie? Misschien, maar ik heb geen kleuren hier. Misschien is het dan voor mezelf en niet voor jou. Nee. Maar jij ziet mijn... Jij kan door het scherm kijken, toch? Ja. Kijk, wat ik nu heb neergezet op mijn scherm, is wat ik zie. Het is geel. Die, ja. En die oranje bij jou is niet oranje. Of toch? Ja. Toch wel. Ja, en wat zie jij dan? Ik zie... Nee, welke kleuren zie jij in jouw... Het zou het spiegelbeeld zijn. Nee, er staan nummers bij. De volgorde staat erbij. 1, 2, 3, 4... Maar welke kleuren zie jij in jouw deuropening? Ik zie in mijn deuropening geen kleuren. Nee, als je in die deuropening loopt en dan omhoog kijkt. Oh, ik zie 1, 2, 3, 4. Ik zie lichtblauw, zwart, wit en donkerblauw. Lichtblauw? Ja. Zwart, wit en donkerblauw. Ik heb hem nu gemaakt. Oh ja. Mijn deur gaat open, dus is het wel voor jezelf. Is het wel voor jezelf? Ja. Oké. Okay. Dan had ik cyan, dat zei ik. Groen. Oranje. Ik heb de verkeerde blauw nu. Ja, nee, dus is goed. Het was wel voor onszelf, inderdaad. Hé, hey, we zijn in dezelfde kamer. Hallo, ja. Papa. Hier zijn blikken. Oh, we moeten hier samen op gaan staan. Ja, maar jij bent de driehoekman. Dus jij moet op het driehoekje gaan staan. Ja. Oh. We zijn in een speelkamer. Ja, spelen. Waarom ben ik de driehoek, man? Waar hebben we dat dan afgeleid? Omdat elke deur bij jou een driehoek was en bij mij een dingske. Gaan we zingen? Hier is een driehoek ingang. Hier, jij moet hier komen, jij moet hier komen, jij moet hier komen. Kijk, jij kan hier in. Oh ja, klopt. Ik ben erin. Er is een knop. Ik denk dat er muziek... In deze kamer zijn er 9 hendels die je om kan zetten. Oké. Okay. En ik ga op deze knop drukken. Ja, het scherm bij jou... Ik kan jou niet meer zien nu. Ik heb 3 planken met flessen. Ja. En het zijn heel veel flessen. En van elke kleur. Ze zijn op kleur gesorteerd. Ja. En er zijn er een aantal van elke kleur. Ja. Even tellen hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Er zijn ook 9 kleuren. Als ik dit doe, gebeurt er bij jou dan wat? Nee. Dit ook niet? Oké, die hendels doen dus nog niks. Maar ik zie wel een aantal schilderijen aan de muur. Hoeveel soorten flessen heb je?
9, net als de 9 hendels die ik heb. En staan ze ook 9 stuks van links naar rechts? Nee, er staat op de bovenste plank staan 3 kleuren flessen en het zijn in totaal 14 flessen. Dus er staan 14 flessen op een rij. Sorry, het zijn er 11? Nee, ze staan per kleur in een groepje. Hoeveel staan er op een rij? Als je flessen bij elkaar zet, krijg je een soort van hompje. Er staan hompjes, dus het is niet een rij. Oké, want ik heb hier, ik heb vierkantjes. Ja. En ik heb driehoekjes, zie ik hier. Ik heb ook kort, lang, lang, kort, lang, kort. Ja, dat laatste zal misschien voor die hendels voor mij zijn. Zal ik gewoon plank voor plank even beschrijven wat ik zie? Ja. Ik zie op de bovenste plank in de linkerhoek 2 donkergroene flessen. Daarnaast zie ik 1 cyan blauwe fles. Oh, wacht. Ik zie dat ik flessen kan oprapen. Misschien moet jij de plank namaken. Oh nee. Huh? Ik kan die... Ik hoor jou lopen in mijn... Hier is een donkergroene fles. Maar ik kan die flessen... Ik kan ze alleen bekijken. Oké. Ik zie op de groene fles zie ik een paars etiket. Is dat relevant? Dat denk ik. Ik heb geen etiketten op flessen. Oh, ik heb flessen met etiketten. Ik heb alleen flessen. Oké. Maar heb jij eerst een donkergroen etiket, dan een lichtgroen etiket? Er zijn geen etiketten. Fles. Heb je eerst een donkergroene fles, dan een lichtgroene fles? Ik heb 2 donkergroene flessen en 1 blauwe fles. Dat is die blauwe fles. Kleur. 2 donkergroen, 1 blauw. Ja, ik heb hier heb ik die blauwe fles, maar ik heb geen donkergroene fles. Wel hier in. Ik heb donkergroen, blauw, geel, paars, rood. Ja, wat zal het zijn? Een beetje donkergrijs. Bruin. Oh, hier. Ik heb hier een bord. Daar staat een pijltje bij. Ik heb hier ook een bord. Er staat ook een pijltje bij. Ik heb een groen bord waar een pijltje op de onderkant staat. Ik heb hier ook... Er staan allemaal pijltjes op die borden. Maar ik kan er niks mee. Ik kan er alleen naar kijken. Ja, heb ik ook. Ik heb 1 bord liggen. Een paars bord. Ik heb een groen bord. Ja, ik heb heel veel borden. Je kan die flessen ook niet pakken. Nee. En ik kan 9 hendels naar boven of naar beneden zetten. En dat is die morsecode, denk ik, die jij ziet. Als in dat hendel naar beneden misschien lang zijn. Maar ik zie op, op het morsecodebord zie ik 2 rijen van 6. 2 rijen, ja. Ik heb dus 3 rijen flessen. Dus, dus ik zie een bovenste rij van 6 en een onderste rij van 6. En daaronder heb ik wel 3 rijen. Maar dan zie ik op de bovenste rij zie ik 6 rode vierkanten. Ja. Heb jij 6 rode dingen? Nee, ik heb 1, 2, 3, 4 rode flessen. Zou dat het zijn? Welke kleur zijn die andere tekenen? De tweede rij zie ik 6 blauwe driehoekjes. Waarbij de eerste 3 driehoekjes naar boven wijzen en de tweede 3 driehoekjes naar beneden wijzen. Dat is echt helemaal niks. En op de onderste heb ik allemaal potjes in verschillende maten. Oké. Maar dan heb je dus wel 3 dingen. Ja. Ik heb 3 rijen met flessen. Maar ik kan daar niks mee doen. Ik kan het alleen maar zien. Ik kan met die flessen ook niks doen. Behalve als ik deze knop weer indruk, gaat waarschijnlijk het scherm weer open. Ik heb hier ook muzieknoten in verschillende kleuren. Ja, beschrijf dat eens. Ja, ik zie een blauwe muzieknoot, een achtste noot. Dan zie ik een 2 achtste noot in bruin. Paars, rood. Daar kun je ook niks mee. Dat kun je alleen maar zien. Ik kan ook niks met de... Wat ik kan doen, als in wat te manipuleren, zijn die hendels. Ja, maar die hendels, er zit geen plaatje of kleur of niks aan. Nee, het zijn allemaal blauwe hendels met 1 tot en met 9. En ik kan ze alleen naar boven of naar beneden. Maar met 1 tot en met 9? Met er zijn 9 hendels. Ja, maar staan daar getallen bij? Ja, staan getallen bij. Oké. Okay. 1 tot en met 9. En die zijn allemaal blauw? Die zijn allemaal blauw. Allemaal dezelfde kleur blauw. En ze staan ook allemaal naar boven. Dus het enige wat ik kan doen is ze naar beneden zetten. 1 tot... Nou, doe dan eens die... Ja, ik zie bij blauw. Ik zie 3 keer omhoog, 3 keer naar beneden. Zie ik bij blauw. Ja, maar dat zijn 6 dingen. Maar dat zijn 6 dingen. Ik zie ook niks met 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, het zijn 10. Ik zie allemaal voorwerpen. Ik zie hier ook op de grond zie ik ook een aantal blauwe piramides.
en een blauw bord. Wat is het? Want het paarse bord zegt, streep, zegt eigenlijk pijltje omhoog. Want er zit een streep onder het pijltje, dus ik ga even laten dat de onderkant is. Paars zegt ik heb geen paars bord. Maar ik heb alle borden die ik... Oh nee, dit is verschilt. Ja, ik heb ook de blauwe borden die zeggen het pijltje gaat omhoog vanuit een streepje. Wat ons effectief niks leert. Ik kan die items ook... Ik kan er verder niks mee met die items. Kan ik nog hieruit? Nee, dat is dicht nu. Ik moet hier ook in blijven. Ik kan letterlijk niks anders doen dan naar die flessen kijken en naar de hendels kijken. Ik kan items ook niet oprapen. Maar wat heb jij wat te manipuleren is? Ja, niks. Ik heb alleen borden, flessen, blikken, dingen die ik kan oppakken en bekijken. Maar ik kan niks manipuleren. Ik kan alleen pakken en kijken. Dus ik moet iets met die hendels doen, is dan de conclusie. Wacht even. 1, 2, 3, 4. Nee, dat is ook niet. Nee. Ja, jij moet iets met die hendels doen. Ik heb wel 9 kleuren. 9 kleuren wat? Ja, 9 kleuren flessen. En ik heb 9 hendels. Alleen, wat leert mij wat ik een hendel naar beneden of boven moet vinden? Doe eens iets. Ja, ik heb al heel vaak iets gedaan. Ik ga nu alle hendels naar beneden zetten. Oké, want ik zie hier nu wel... Ik heb nu alle hendels naar beneden gezet. Het doet helemaal niks hier. Oké, Ja, want ik zie hier wel het bord. Dat is waarschijnlijk hetzelfde bord wat jij hebt. Van die 9 vierkantjes zie ik. En daar staan denk ik jouw flessen dan achter. Huh? Ja, ik kan niks. Ik kan alleen dingen oppakken, daarna kijken. Maar ik kan niks manipuleren. Als je zou redeneren van links naar rechts, van boven naar beneden, dan zou de kleur donkergroen als eerste iets betekenen. Oké, okay, dan pak ik eerst het donkergroene bord. Ja. Het donkergroene bord is een pijltje omhoog naar een streep. Ja, dus dan is het naar beneden als de streep de grond is. Oké, okay, ja. De tweede kleur is cyan, blauw. Dat is denk ik, het is echt blauw wat ik hier heb. Dat is de grond en dan omhoog. Dus die moet omhoog blijven staan. De derde kleur is geel. Geel is naar beneden. De vierde kleur is paars, die heb ik. Dat is omhoog. De vijfde kleur is rood. Rood. Donkerrood of zand? Oeh, dat is lastig. Wat ik zie. Ja, ik denk gewoon rood. Ja, rood is naar boven. Naar boven, oké. En grijs? Grijs is, een beetje... is naar beneden. Ja. Dan bruin? Ja. Ik heb hier nog een rode. Oké, nou die kunnen we nog veranderen. Ja, bruin is omhoog. Wat is dit? Oranje? Oranje is naar beneden. En dan heb ik nog groen. Die moet dan omlaag zijn, want dan gebeurt niks. Groen is omlaag. Dat heb ik nu gedaan. Ik heb ook twee soorten groen. 3, 4, 5. Groen is lichtgroen. Ja, dat is ook omlaag. Oké. 1, 2, 3, 4, 5. Dachten we dat het een andere was, die bruin heel laag. Nee. Rood zou nog, daar heb ik drie soorten van. Die heb ik drie soorten, die heb ik niet geprobeerd. Ik heb hier nog grijs en wit, heb ik ook nog. Maar donkergrijs lijkt een beetje op blauw. Ja, dat is deze. Oké. Ja, maar jij zegt dat de streep de grond is, maar kan de streep niet ook het dak zijn? Dat kan, dat het precies andersom is. Ja. Proberen. Dus allemaal omzetten. Dat is het niet. En dan hebben we nog die twijfel over rood. Hier nog een andere... Nou, vinden wij een streep grond of vinden wij een streep dak? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik ook niet. Hoeveel kleuren groen heb jij? Hier heb ik lichtgroen, ik heb hier donkergroen. Twee kleuren groen heb ik. Hoeveel kleuren blauw heb je?
Ik heb hier lichtblauw, donkerblauw. Dat is grijs, ook twee. Hoeveel kleuren geel heb je? Eén. Een paars heb ik. Ik heb ook nog een mok. Jij hebt ook een paars misschien. Paars. Ik heb hier nou een paars. Ik heb... Nee, dus een beetje maroon rood-achtig. Ik heb geen paars. En ja, rood hadden we al geprobeerd, maar... Ik denk namelijk dat de streep de kastschap is, want dat lijkt daar ook op. Oké. Okay. Grijs, had jij daar meerdere soorten van? Ik heb een donkergrijs en echt een wit. Nee, dat is donkergrijs. Ja, dat moet dan deze zijn. Dat was? Die wijst naar de streep toe. Ik denk 5, ja, die staat naar beneden. Ja. Bruin? Bruin. Heb ik hier de bruin, die wijst van de streep af. Ja, en heb je nog een donkerder bruin? Ja, ik heb een beetje meer rood, maar die wijst ook van de streep af. En ik heb nog oranje, maar dat is geen bruin. Nee, ik heb geen andere bruin. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Het zal wel 7 zijn. Nee, dat is het niet. Ja, wat ook nog zou kunnen, is dat... wat bepaalt welke 1 is? Want ik heb 3 rijen. Dus ik dacht, je begint linksboven. En dan ga je, zoals je leest... De rij af. Ja, dat lijkt mij ook. Dat heb ik nu gedaan. Dat lijkt mij ook. Ik denk ook, misschien, mogelijk, dat de aantallen dan nog iets moeten doen. Oké. Maar ik kan alleen maar een schuifje omhoog of omlaag zetten. Dan ben ik een beetje in de war. Maar je hebt 3 rijen. Ja. En op elke rij heb je 9 dingen. Ja. En niet 9 dingen. Op elke rij heb ik flessen staan. Op de eerste rij heb ik 4 kleuren. Op de tweede rij heb ik 3 kleuren. Op de onderste rij heb ik 2 kleuren. Oké. 4, 3, 2. Misschien worden we daar dan wijzer van. Maar de aantallen van de flessen die hier staan verschillen ook. Misschien moet jij daar nog weer een rekensommetje mee. Ja, beschrijf even letterlijk wat je ziet op de bovenste plank. 2 groene flessen. In de... 2 groene flessen? Ja. Daarnaast een blauwe fles. Wacht even, 2 keer groen. Dan 1 blauwe. Ja. 3 gele. Oh, klink ook op. 6 paarse. 6 paarse? Ja. Dan is het de bovenste rij klaar. 6 keer paars. Oké, op de tweede rij? 4 rode. 4 keer rood. 7 grijze. Maar dat waren 3 verschillende dingen, hè? Ja. 7 keer grijs. 8 bruin. 8 keer bruin. Ja? En dan de onderste rij, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oranje en 5 groen. 9 keer oranje. 5 lichtgroen. 5 keer groen. Ja, maar linksboven was een andere groen. Ja, dat was een beetje donkergroen. Oké. Een beetje donker. 2 keer groen, 1 keer blauw. 2 keer groen, 1 keer blauw. Lumineuze muziek. En ik zie ook allemaal schilderijtjes in verschillende kleuren. Er zijn 5, 6, 7, 8 schilderijtjes, zie ik. Het enige wat je hebt is hendels. En die hendels zitten gewoon op 1 rij. Ja. En die kunnen naar boven of naar beneden. Ja. En er staan getal 1 tot en met 9 bij. En ik heb zo'n paars bord liggen met wat jij ook beschrijft. Oké. Okay. Stofwolkjes als je loopt. En als we nou zeggen 1 is... Want we hebben van alles een ander aantal. Is dat niet gewoon 1 waar je 1 fles van hebt? 2 waar je 2 flessen van hebt? Zo qua schakelaars. Dus je hebt 1
Je hebt één blauwe fles. Ja, dus dan ga je bij blauw kijken. Dan kijken we bij blauw. Oh, dat is een goede tip. Die cyanblauw, die gaat van de streep af. Ja, dus naar boven. Dan hebben we twee groene flessen. Ja. Dat is donkergroen, zei je, hè? Ja. Dus denk ik deze. Die gaat naar de streep toe. Ja. Dan heb je drie gele flessen. Geel, is echt knalgeel, hè? Ja. Dus naar de streep toe. Ja. Vier rode. Vier rode is het. Ja, ik heb zalm, ik heb rood en ik heb donkerrood. Ja, dan blijft vier degene die we proberen aan het eind. Oké. Vijf, hoeveel heb ik er vijf? Vijf keer lichtgroen. Lichtgroen, ja. Lichtgroen, dat is dan deze, vermoed ik, is naar de streep toe. Ja. Je hebt zes keer paars. Ja, die heb ik. Dat is, wat was het ook alweer? Moet weer kijken. Van de streep af. Zeven. Keer grijs. Ja. Grijs is vermoedelijk naar de streep toe. Ja. Je hebt acht keer bruin. Ja. Dat is deze. Die is van de streep af. En je hebt negen keer oranje. En dat is denk ik deze naar de streep toe. Oké, dan is die... Welke was anders? Vier. Oh, prijs de heren, het is goed. Dames en heren, deze mooie tekening van flessen op een schap heeft ons gered. Ook de feestpan van Marjolein. Kijk. Ja. Wil je zien hoe het eruit ziet? Mooi, hè? Wil je zien hoe het eruit ziet? Ja, nou, ik heb dit gewoon... Dit was het. Leren. Het is ons gelukt. Flessen? Oh, dat kan je niet zien. Nee, dat kunnen we niet zien. Jammer. We kunnen nu hier... Okay. Oh, ik ben weer bij een puzzel. Oh, ik heb een play-knop. Ja. Oh, ach, kan het terug? Ja. Huh? Dan gaat hij vooruit. Ik heb alleen play, ik heb geen andere. Oh, wacht, ik heb hier wel nog een kristal. Oh nee, dat is een decoratie. En nog meer flessen die je kan pakken. Er is een postmix-machine. Weet je wat dat is? Nee. Yes, ik weet niet wat hij niet weet. Postmix? Postmix, ken je dat niet? Postmix? Nee. Horeca mensen, be like. Het is wat je bij de IKEA hebt, zo'n drankmachine dat je skere frisdrank kan tappen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Het gebaar, dat mensen weten wat ik bedoel. Ja. Er staat een drankje onder, jij hebt het op play gedrukt. Toen is dat drankje drie plekjes naar rechts gegaan en daar staat hij nu. Ik heb hier allemaal ingrediënten met drankjes, denk ik. Ja, en ik heb op die postmix knopjes, waar je normaal gesproken kiest van de skeerheid, heb ik kleuren en symbolen staan. Ja, dat heb ik ook. En ik heb knopjes waar ik niet op kan drukken verder. Dus ik vermoedelijk... Oh, ik heb nu groen erin gedaan. Oké. Okay. Ik heb een knop waar ik sap kan maken. Oké. Okay. En hij stond bij groen, dus ik heb op de gedrukte dus Want ik druk nu op play, kijk even wat er gebeurt. Dan gaat hij verder. Eén stapje. Hij gaat één stapje verder. En wat zie je? Nu staat hij bij het blauw. Als ik daarop druk, gaat er blauw tekentje in. Het blauw heeft ook nog een is-teken. Blauw heeft een is-teken? Ja, moet ik de tekentjes beschrijven? Nee, ik heb de tekentjes. Ik heb hier, even kijken, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ik heb hier 14 posters met allemaal glazen kleuren en tekentjes. Oké. Ik heb 7 soorten postmix-sap. Ja. En ik heb dus 7 plekjes waar die beker onder kan. Ja. En jij verplaatst de beker met de play-knop en ik druk op sap en dan gaat de sap in. Maar ik weet niet wat ik moet maken. Ik ga nu helemaal vullen met blauw en kijk wat er dan gebeurt. Dan zegt hij waarschijnlijk fout. Oké. Okay. Oh, nu is hij vol. En nu? Nu doet hij niks. Druk op play, kijk wat er gebeurt. Moet je 3 keer op play drukken. En nu is hij klaar, nu zegt hij fout. Het drankje wordt weggegooid en nu beginnen we weer opnieuw. Oké, waar beginnen we? We beginnen bij paars kruisje. Paars kruisje? Ja. Of je beschrijft wat je wil maken. Ja, dat kan ik niet bepalen. Okay, ik gok ook maar wat jij ziet. Maar je begint bij een paars kruisje. Ja, ik heb maar 2 dingen waar een paars kruisje in zit. Dat is een zwarte kaart en een oranje kaart. Maar hoe weten we wat we moeten maken? Dat weet ik niet. Oké. Okay. Ik heb ook het aantal ijsblokjes verschilt ook. Oh, ik heb 3 ijsblokjes in mijn glasje. Kijk. En een rietje. 3? Oké. Dus jij hebt 3 ijsblokjes en een rietje. Ja. En is dat het enige wat je weet? Het is een groen glas. Kijk, dan moet ik daar moet een gele streep in. Ja. Een gele 1, zeg maar. Ja. Een blauwe is. Ja.
En een grijze min. Oké, okay, dan moet je één stapje play doen. Oké, okay, ja. Dan gaat nu de gele streep erin. Die moet er twee keer in. Twee keer? Ja. Oké. Okay. Dan moet je... Wat moet je nu? Blauwe is? Een blauwe is of een grijze min. Of een grijze min. Nee, en. En. Moet je drie pleetjes doen? 1, 2, 3. Dan ga ik nu één blauwe is erin. Yeah. En dan als je nog één stapje doet, dan doe ik een grijze streep erin. En dan moet je nog twee stapjes voor het eindresultaat. Goed! Yes! Eén bolletje wordt geel. We moeten dus vier drankjes maken. Volgende. Ik heb een oranje glas met drie ijsblokjes. Geen rietje. Oké, okay, daar moet in een blauwe is, ja, een rode pauzeknop, dus een omgekeerde is, zeg maar. Ja. Twee streepjes. Ja. Weer een gele 1 ja, en een paars kruis. Oké, okay, doe ik eerst één paars kruis erin. Ja. Dan doe je één pleetje, dan gaan we naar de gele streep. Ja, één keer. Dan één pleetje, dan zijn we bij de rode is. Nee, de rode pauzeteken. Pauzeteken. Oké. Okay. Eerst op de kop, zei ik. Okay. Eén keer. En dan de blauwe is. Blauwe is, twee stapjes. Ja, en dan nog drie stapjes voor eindresultaat. Oh. Ja, lekker. Dan krijg je een paarse beker met twee ijsblokjes. Ja, daar moet een... alles is wit wat erin moet. Oké. Okay. Een witte min. Een min, een is, een keer en een schuine streep van linksboven naar rechtsonder. Wacht even. Ik heb alleen maar kleuren, dus ik heb niks wits. Ja, alles staat hier. Misschien maakt dat de kleur niet uit. Nee, maar je zei... Een min. Ja. Een keer. Min, een keer. Een is. Een is en een schuine streep. Ja, van linksboven naar rechtsonder. Alles één keer. En doe eerst een keer erin. Een min, een is, een keer en een schuine streep. Ja, maar de schuine streep van linksboven naar rechtsonder. Ja, ja. Want je hebt hem ook andersom. De backslash. Van linksboven naar rechtsonder. Oké, okay, dan moet je 1, 2, 3, 4 stapjes... Eén stapje. Ja, is goed. Lekker. Een blauw glas met niks. Een blauw glas met niks. Twee keer een is, één keer een keer en één keer een pauze. Oké, twee stapjes. Twee keer een is, toch? Ja. Dat kan niet. Nee, want je hebt net twee keer een pauze erin gedaan. Ja. Dat was toch ook twee keer? Nee. Oh, dan heb ik een fout gedaan. Drie keer. Ik dacht twee van elke en dan... Nee, dat kan niet. Je hebt maar vier. Oh, het is hetzelfde. Een blauw glas met niks. Oké, okay, twee keer een is. Ja. Eén keer een keer. Eén keer een pauze. Oké, okay, twee stapjes. Drie stapjes. Ja. Postmix machine. De deur gaat open. Ik ga weer naar buiten. Ik ben in een kantine. Okay. Ik heb allemaal hendels met kleuren. Ik ben nu in jouw plek. Echt? Oh, wacht. Ik kan nu ook doorlopen. Waar ben jij dan? Ik ben hier bij jou. Hier. Oh, hallo. Hallo. Er is een kat. Hier is een ding. Wit, roze, oranje. Ga ik doen. Wit. Was oranje. Zou de muzieknoten misschien zijn? Hier is ook een codeslot bij de deur. De deur is dichtgegaan. Er is een codeslot bij de deur. Oké. Okay. Kijk, nee. Hier op dit ding staan kleuren. Op het bord achter jou. Ja, ik zie. Er liggen ook allemaal boekjes weer met plaatjes erop. En hier moet een driecijferige code in. En deze hendels kunnen we omzetten. Moeten we misschien... Ze kunnen... Nee, ze kunnen op twee standen. Ja. Dus iets is naar links en iets is naar rechts. Ja, ik denk... Als we zo ervoor staan, wit naar links. Ja. Roze in het midden en oranje naar rechts. En wat we dan met al die anderen moeten, dat weet ik niet. Dus emmer met water. Hier, dit is ook paars, zwart, blauw. Deze drie. En dan op paars staat naar boven. 1, 2, 3. Zie je dat, die boekjes? Ja, oh ja. Oh ja. En dan, wat het dan is, weet ik niet. Maar
maar paars, zwart, blauw. Maar dan weten we inderdaad niet welke kant die dan op moeten. Paars, zwart, blauw. Er staat inderdaad 1, 2, 3 op. Als we gaan tellen, dan is paars zou dan de tweede hendel zijn. Zwart. 6, 2, 6, 7. Mm-hmm. Oh nee, dat is niet goed. Voor de deur. Wat is dan wit, roze, paars? 8. Hier nog een groen. 4, 2. Nee. Ja, want dit is echt, hier staat echt 1, 2, 3 op. Paars, zwart, blauw. Ja. Ze stonden allemaal naar links toen we binnenkwamen. Mm-hmm. Paars, zwart, blauw. Maar hier liggen er die boekjes. Er hangt hier zo'n groene aan de muur. Er hangt daar zo'n blauwe aan de muur. Ja. Hier hangt een blauwe kat aan de muur. Is daar een driehoek? Ik heb een driehoek gevonden. Ja, die lagen net heel veel in mijn kamer. Oké. Okay. Je kan springen blijkbaar. Ja, ja, dat weet ik. Misschien moeten we wel 1 keer aan paars draaien, 2 keer aan zwart draaien en 3 keer aan blauw draaien. Ja, of paars is stand 1. En ze stonden allemaal hetzelfde. Maar dat kan. Paars is stand 1, dat zou dan links zijn. Ja. Zwart is stand 2, blauw is stand 3, dat is dan rechts. Maar wat is dan hier op dit vak? Ja, of dat is ook 1, 2, 3. Wit is stand 1, roze is stand 2, oranje is stand 3. Dat heb ik nu gedaan. Dan heb je een groen, die hangt er aan de muur. Ik heb nergens een rood gezien. Nee. Maar een groen is dan 1 vakje en die blauwe is ook 2 vakjes. Maar blauw hebben we al gebruikt. Ja. Want die blauw die hier hangt aan de muur is hetzelfde als die blauw van het tijdschrift hier. Dat klopt. Maar we moeten uiteindelijk een code invullen met cijfers. Ja. Ja. Ik heb hier al die flessen, daar kunnen we niks mee. Flessen met etiketten. Nee, we kunnen alles oppakken en naar kijken, maar het levert ons niks op. Hier staat echt 1, 2, 3 op, ja. Als je zegt paars is 1. Als je zo telt is 1, 2, 6, 7. Nee, ik moet. Waar halen we cijfers vandaan hiermee? Ja, want ook al los je die schuifjes op, heb je nog steeds geen cijfers. Nee. Oh, hier. Wat? In die bakken hier beneden. Hier ligt een tomaat, die ligt in vakje 1. Oh ja. En die appel ligt in vakje 2. Dus rood zou dan ook 1 zijn. Ja. En die appel is een groene appelkleur, ligt op 2. Als we die dan rechtdoor zetten. Dan hebben we hier paars is 1, zwart is 2 en blauw is 3. Dat hebben we. En dan hebben we daar nog wit is 1, roze is 2 en oranje is 3. Oh, prijs de heer. Dat is een weegschaal. Ja, we gaan erop staan. Ik ben te zwaar. Ik ga erop staan. Nou, en we samen op gaan staan. En dan? We moeten iets wegen. Maar wat? We kunnen niks wegen, want we kunnen niks pakken. Dat klopt. Als ik hier op ga staan, dan komt hij in het rood. Ik kan ook niks aanklikken. Als we kijken, dat is 0. Moeten we dan onze gewichten optellen? Misschien. Dat we dan zeggen 0. Ja, maar wat is dan de schaal? Ga jij staan? Want hoe zou je dit nu kunnen uitrekenen? Hoeveel dit dan is in kilo's?
Als dat 0 is. Het zijn 14 vakjes. Ja, bij een CW-schaal 140 kilo. Ja, dat weet ik niet. Wie zegt dat het kilo's is en niet de pounds? Ja, maar dat doet er niet toe. Het aantal getallen. Ik zeg 1 vakje is 1. Dus ik ging 14 vakjes. Oké, okay, maar ik kom in het rode. Ja, dan kun je nog wat tellen. Maar als jij nu met mij erop gaat staan. Hallo? 21 sta jij. Kom, want nu is het niet 21 plus 14 waar we nu staan. Dat maar. Denk ik wel. 14, 21. 21, 14. Nee. Hoeveel getallen moeten we in? 3 of 4. Of een streep is 5 kilo. Dat is misschien aannemelijker. Dat ze dan zeggen 14 keer 5. Dus 90 kilo. Dat is wel een hoop. Ik ben wel een dik kind. Ja, hebben we iets wat een hint geeft over gewicht misschien? Hier is ook een sinaasappel trouwens in vakje 3. Dat hadden we ook kunnen weten daar. Ja. Is er iets waarmee we gewicht kunnen bepalen wat is? Lijkt het niet op, hè? Ik kan dit ook niet aanpakken. Waar baseren we dat dan op? Die gewichten. Waar baseren we die gewichten op? Er staan nog geen getallen verderop. Ik kom in het rood. Als jij erbij gaat staan, zijn we bijna helemaal rond. Mm-hmm. Zij begint daar. Er zit geen nul op. De automaat. Dus. Maar het had geen nul nodig. Het zijn 3 dingen moet je intoetsen, volgens mij. Als ik 3 dingen intoets, dan blijft hij staan. Als ik een 4e intoets, dan gaat hij pas verder. Dan is het wel 4. Vermoed ik. Nee, we willen geen hint. We willen gewoon nadenken. Die bij mij zou dan 21 zijn, die van jou 14. Ga jij nog staan? Ja. 14. 31 is dan in totaal. Maar dat kan niet. Nee. Dus dan zit er een discrepantie in. Dus 31 totaal. Ik was fout melding. 31 totaal. Jij was 14. 14. Hoe weten we wat is? Ik krijg pijn in mijn brein hiervan. Waarop kunnen wij baseren hoeveel gewicht... Sim springen. Ja. Waarom is dat rode vlak een ding?
jij gaat erop staan en zegt, jij bent een dikzak, maar ja. Waarom, wat zegt dat, hoe haal je hier in godsnaam een code uit? Maar als we er samen op gaan staan, is het niet mijn 21 plus jouw 14. Want dan komt hij niet op 35. Toch? Komt hij dan op. Het hele ding is 32. Dat is gek. Dus één van ons wordt minder dik als we er samen op staan. Dat is de conclusie. Toch, het hele ding is op 32? Ja. Had je, dat zei je net ook. Ja. Ja. Dus het hele ding 32 is. Samen komt hij op 31. Maar alleen... Verandert er iets in de kamer als ik erop sta en staat in het rode? Wat? Verandert er iets in de kamer als ik er zo op ga staan in het rode? Weet je wel? Ja, ga daar eens op staan. Er komt in de andere kamer een soort dambordje uit de muur. Ah. Waar vlakjes op staan. Kom jij maar eens hier, dan ga ik op staan, dan komt er misschien nog iets. Ja, dat denk ik. Hier zo? Ja, ik zag hem. Nee, dat is nee, alleen je, als je in de staat. Genoeg. En... Ja, er gebeurt iets als jij daarop gaat staan. Oh. Ja, oh, ik zie oh, hier. Ik zie codenummers. De kast is nu open. Ik zie nummers. Ja, ik zie nu symbooltjes, plaatjes. Oké. En de kast is open. Zie jij op het schilderij... Oh, wacht. Ik zie ook... Kun je in de kast kijken? Ja. Nee. Ja. Ja, zie ik een... Ik zie een driehoekje, een hartje, een ster en een ruit. Ja. Op de binnenkant van de kast staan. Wacht, een driehoekje? Driehoekje, hartje, ster, ruit. Wat voor ster? Met vijf punten of met 6 punten? 5 punten. Ja. En een ruit. Ja. En ik zie op mijn schilderij red voor me, zie ik 0 tot en met 9. Oké, okay, wat op is een driehoekje? Op bepaalde plekken. Dus misschien moet okay. jij... Oké, het plaatje wat ik voor me heb is 3 dingen onder elkaar. Dan 2, ja, dan 3, ja, dan 2. Ja, twee. Dat is een soort bloemetje, dat 2. Ja. Ja. Waar is de driehoek is helemaal rechts de bovenste. De rechter rij de bovenste. Dat is een 2. Oké, okay. Dan is het hartje staat daaronder. Dat is een 6. Dan is de 5-puntskruis zeg maar daar tussenin op de rij ervoor. En de ruit is onder de ster. Een 9. 2, 6, 7, 9. Ga ik proberen. Ja. Oh, prijs de heer. Clear room 2. Oh, lekker hoor. Oh, ik kan hier op staan. Okay. Hoppa. Een piratenschip. Het ziet er niet goed uit. En kleren. En letters. En pakjes. En... Ah. Ja. We moeten de goede piraat creëren. Ja, ik zie het. Oh. Cool. En hoe weten we wat de goede piraat is? Precies. Kan ik dat nog ergens afleiden? We kunnen nog terug hier naartoe. Ja, maar hier is niks, toch? Kunnen we hier een piraat zien? Zien we een schip? Daar, op het schip staat de naam. Links op het schip staat dezelfde naam als de rechter piraat. Dus, nee, niet. Ja. Niet. Jawel. Nee. Kijk, alle letters zijn verschillend. Ja. We moeten ja. het eerste dingetje van deze piraat. Ja. Dat is de blauwe pet. Ja. Denk ik. Wacht even, want die 7 staat wel in. Hè? Dan hebben we die H als tweede. Dat is bij dus deze. Blauwe shirt. Blauwe shirt. Dan heb ik 2 keer blauw. En dan een blauw broek. Of grijze broek. Grijze broek. Staat heel op. Ja. En de schoenen zijn een... En dat is deze witte. Witte schoenen. Maar misschien dat die blauwe pet is een beetje een blauw-groenige pet. Ja. Lekker hoor. Huppa. Ik ga naar de boot. Ik ga ook naar de boot. We lopen nu samen. We zijn op de boot. Er is een hatch. Dat is letterlijk het woord dat ik wilde gebruiken. Hier is een 4. C4 staat hierop. Of een soort van...
Dit is zo'n geheimschriftcode-achtig ding. Ja. Met een 4 erin. Oké. Ik heb genoteerd en mijn notitieblok is gevallen. Oké. Misschien terug moeten? We zoeken plaatjes, denk ik. Ja, hier staan... Hier beneden zijn ook plaatjes. Oh, dit is ook een trap. Een 6. Of, nee, een 9 is het. Hij is verkeerd om. Hoe weet je dat het verkeerd om is? Omdat er een streepje onder staat. Ja, maar dit is dus een is. Daar staat die 9 tussen. En die is blauw. Oké. Okay. Ja, en dan hebben we een kubus. Hier ligt er nog één. Hier is een 6. En de is paars. Oké. Okay. Roze. Ja. Oké, okay, maar hoe weet je dat dit een 6 is? Omdat er geen puntje, geen streepje onder staat. Hier ligt er nog één. 6. Oh, ik ben in het water. Roze. Hier ligt er één en daar is een 9 en is de okergeel. Okergeel? Ja, het zou ook groen kunnen zijn. Zo, ja, dit is duidelijk vind groen. Het? Vind je dat groen? Ja, dit is echt duidelijk groen ook. Het is een olijf. Olijf! Ja. Op de brug staat rood plus blauw min geel is. Oh, hier is ook nog één. Ik heb hier nog één, rood. Kijk waar ik ben. Ja. 8. 6 met een streepje. Rood. Hier ook rood met een 7. Dit is rekenwerk, dus jij moet hier komen. Dit is een 6, rood. Ik noteer. Maar hier staat dus wel een streep onder die 6. Dat was net niet zo. Ja, maar dat is om aan te geven of het een 6 of een 9 is. Ja, maar zo weten we ook waar alles moet komen. Yeah. Dit is duidelijk, Ja. Ja. Rood is dan... 1, 5, 6. 1, 5, 6, 8. Ja, die heb ik al gevonden. Oh, ja. Blauw is dan 7, 9, 8, 5. En olijf is dan 4, 3, 9, 5. Moeten we dat allemaal bij elkaar optellen? Er staat hier rood plus blauw min olijf. En wat is dit dan? Ja, dat komt erna, denk ik. Oké. Rood plus blauw? Min olijf. Jezus. Rood plus blauw. Ik ga even rekenen hoor. Ja, dit is het ding. Ik moet even apart opschrijven, ik ben dom. Rood plus blauw. Min olijf. Ja. Oh, waarom kan ik niet hoofdrekenen met min? Ik denk omdat ik te snel geschreven heb en mijn handschrift onleesbaar is. Dit moeten we van elkaar aftrekken. Vijf, één, acht. Ja, mag jij hem maken, want jij hebt gerekend. Niet? Of moet hij vanaf de beneden naar boven? Of kan ik niet rekenen? Moet hij wel daar? Nou ja, heb jij andere ideeën? Het is aannemelijk dat je niet kunt rekenen natuurlijk. Oh, ik wilde springen en dat kan. Rood plus blauw min geel. Ik ging even kijken of ik wel goed gelezen had. Fijn. Rood plus blauw. Ja. Min geel. Tenzij die ene gele waar geen streep onder staat, wel een 9 is en niet een 6. Dat zou kunnen. Dat ze geflasht worden door dit ene plaatje waar geen ding op staat. Deze. Wacht, nee, dat is roze. Hier lag een 4. Dat is roze. Ja. We hebben helemaal geen roze. Waar heb je nu een 4? Ik heb een witte 4. Dat zijn fopkleuren. Witte 4 is wel een hoekje. Blauwe 2, hadden we die al? Nee, want dit is echt blauw. Ja, die blauwe 2, die moet daar in het midden.
Die hebben we niet gebruikt. Ik heb een blauwe 9 gebruikt. Ah, dat is het. Er zijn ook fokkleuren. Welke blauwe 9 hebben we gezien dan? Deze. Ja. Ja, die is niet blauw. Dat is groen. Ja. Dus we zijn gefopt door fopkleuren. Ik heb wel een hoekje... Blauw is een 2. Dus ik ga even dan opnieuw noteren. Blauw is een 2. Dus 7, 2, 8, 5. Rood heb ik wel vertrouwen in dat die wel klopte. En wat was geel? 1, 5, 6, 8. Geel begint met 4. 5, 6, 8. Nee, maar dat is geel. Maar het is geen geel. Maar kijk. Kijk hier. Die 4 die jij nu hebt, is de 4 die ik gevonden had. Ja. Maar het bord is niet geel, het bord is olijf. Dit is geen olijf? Wat is dit? Nee, dat is wel goed. Maar je zegt geel, maar het is niet geel. Het is groen. Ja, het is ook geen olijf. Het is groen. Oké. Okay. Maar dan is die 4 is dan dus ook correct. En die 9, die andere 9, die zal dan ook wel goed zijn. Toch? Ja, die heb ik hier. Ja. Dus dat is dan 4, 3, 9, 5. Dat klopt wel. Dus dan was die 2 was fout. Dus dit wordt dan 13, 5 plus 1, 8, 8. Dat wordt dan dit. Min dit. Oh, lekker hoor. Wat gaat er open? De hatch misschien? Nee, de deur is hier nog dicht. Ik hoorde wel iets. Ik hoorde ook iets opengaan. Misschien binnen toch? Daar is niets open gegaan. Ik hoorde iets opengaan. Ja, ik ook. Maar wat dan? Ik hoorde iets verschuiven. Ik ook. Waar ben jij nou? Ik ben op de boot. Oh, je bent op de boot. Oké. Wat is er gebeurd? Wat is er nu geopend? Zijn wij dom? Huh? Er ging iets open. We zijn blind. Ik dacht dat de bootdeur open zou gaan. Maar... Ja, dat had ik ook verwacht. Er ging iets open. We hoorden ook het hoera gaat iets open geluid. Ja. Yeah. Een plingetje. Huh? Hierachter? Kunnen we daar overheen? Nee. Nee, daar zit ook een deur inderdaad. Ja. Yeah. Er is iets geopend. Ik hoor het goede geluid. Is dit ding nog... Nee. Al die schijven? Nee. Ik kan niet, er is een invisible wall hier, daar kun je sowieso niet heen. Oh, hier, ik kan hier onderdoor. Waar? Ik heb een kruipruimte gevonden. Waar? Waar ik alleen onderdoor kan. Waar? Ja, in de boot. In de boot? Ja, achter een kist. En daar rechts, ik kan hem nu op je scherm zien, hier, daar. Oh ja, oh ja. Heel goed. Ik zie hier een poster van jou met jouw piratennaam. Ja. Met jouw piratentekentjes. Ja. Ik ga hier nu op het ding staan. Ja. Ik hoor iets. Ja, de deur is geopend hier. Okay. Ik ga hier naar binnen. Okay, dan ga ik op mijn ding staan.
Dan gaat mijn deur ook open. Ja, ik zie een poster met jouw piratennaam. Cool hoor. Hebben we denk ik niks aan. Maar, ik ben doorgelopen, ik zie een schatkaart. Ik zie een schatkist. Mijnenvegerbord. Met ja. Een kruisje. Waar de schat moet liggen. Ik zie ook een aantal letters op de muren. En ik heb een paneel met... Oh, huh? Ik kan het paneel laten verdwijnen. Oké, ik zie ook letters op de muren en ik zie jouw naam. Ja, ja, er gebeurt iets. Ja. Oh, dan verandert hij. Huh? Bij mij verandert er iets als jij dat doet. Dus ik heb nu een rode O. Oh, wacht, dit was de laatste. Laten we even bij de eerste beginnen. Oké, ja. Dit is de eerste. Dit is een rode vlag. Met daarin een witte rondje met daarin een witte stip. Oké. Dat is voor mij het eerste plaatje. Maar okay. dat zegt... Wie moet daar dan wat, denk ik? Nee? Ja, ik kan niks. Ik kan alleen kijken. Ik heb dus die vlaggen keer 4. En ja. Jij omschrijft nu voor mij één van die 4 vlaggen. Ja, dat is goed. En nou, als ik de tweede drukken. Ja. Krijg ik ook een rode vlag. Met in het midden... Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Een tandwiel? Ja, ja. Ja, die heb ik ook. Dat is voor mij de 4e. Oké. Okay. Waarbij die eerste die je net omschreef is de 1e. En dit is voor mij de 4e. Ja. Dan druk ik op de 3e schakelaar. Nu krijg ik... Dit is dezelfde als de 1e. Dit is de 3e schakelaar. Oké. Okay. Dit is dezelfde als de 1e. En dan druk ik op de 4e schakelaar. Dan krijg ik ook weer dezelfde als de 1e. Oké. Okay. En als ik nu... Maar ik had net een heel ander plaatje. Maar als ik nu nog een keer op de 1e druk... Ja, nu krijg ik een oranje vlag. Ja. Ik ook. 4 oranje vlaggen. Maar, oh wacht, ik denk dat ik het weet. Jij hebt 4 hendels en 4 vlaggen. Ja. Je moet gewoon de hendel trekken van de vlag die ik omschrijf. Okay. Dus ik heb nu een oranje vlag met daarin een vierkant waar 2 keer een streep uitgegumd is. Okay. Oh, dan krijg je een lampje branden inderdaad. Nu heb ik een gele vlag met daarin een driehoek die wijst omhoog. Daar moet je nader omschrijven. Ik heb 2 driehoeken die omhoog gaan. Oké, okay, dan heb ik een driehoek. Waar het is alleen een lijn van een driehoek. Hij is niet helemaal ingekleurd. Ja. En de punt staat omhoog in een gele vlak. Dan denk ik dat het deze is. Ja. Nu heb ik een groene vlak. Ja. Met daarin twee blokken. Een breed blok en een smal blok. En aan welke kant is het smalle blok? Rechts is het smalle blok. Oké, okay, dan is het deze. Die heb ik ook, maar dan andersom. En nu heb ik een blauwe vlag. Ja. Met daarop zeg maar twee soort van uiteindes van sleutels die in elkaar passen. Ja. Laten we beginnen met over zo of over zo. Ze staan boven elkaar. Je kunt ze dan in elkaar laten vallen. Oké. Okay. Er zit een soort van checkered flag ding in. Ja. Ik heb er uiteraard 2 die heel... Aan welke kant van het bovenste stukje zit de lange kant? De lange kant? Ja. Die naar beneden wijst. Wacht even, we moeten even... Er zijn er 2, die zijn hetzelfde, alleen andersom. Oké, okay, als ik... je hebt zeg maar de hele... Als ik het als een vierkant zou zien... Ja. Dan is de hele bovenste lijn is wit... Ja. Dan is de tweede lijn wit, zwart, wit, zwart... Ja. En dan zwart, wit, zwart, wit... En dan weer helemaal wit. Ja. Weet je wat het grootste voordeel is van wonen in Zwitserland? Ik weet het ook niet, maar deze vlag is een grote plus. Het is de vlag van Zwitserland, maar dan in het paars. Oké. Okay. Ja, ik heb een schat, hij is open. Schat. Ik heb op een rode knop gedrukt. Oeh, we gaan. Oeh, leuk. Ik kan naar boven en naar beneden drukken op de schatkaart. En ik kan links en rechts drukken op de schatkaart. Oh, lekker. Ik zie waar we zijn. Dus we gaan 1 stapje naar boven. Ja, ik zie ook waar we zijn. We gaan nu 1 naar links. Ja. Dan ga jij 1 naar boven. Dan ga jij nog 1 naar boven. Nee, er zitten bommen in het water. Die zie jij niet. Jij gaat 1, 2, 3, 4 vakjes naar links. Kan dat? Dat kan niet, want daar zit bij mij een bom in het water. Oeh, we hebben andere bommen. Oké, okay, kun je dan weer 1 naar beneden? Ja, dat moet. En kun jij dan naar links? Nee, want er zit een bom. Ik kan dan nu alleen naar rechts. Oké. Okay. Kun je ook nog 2 naar beneden? Kunt nog 1 naar beneden. Ja, dan zit bij mij links een bom. Ja, maar dan moeten we er aan de andere kant omheen. Dan ga ik nu rechts. Ja. Kun je nu naar beneden? Ik weet niet wat het is. Dat is denk ik het schip. Ja, dat is oranje. Dat kan niet. Oké. Okay.
Zouden we misschien onderlangs kunnen? Hoe dan? Nu één naar links, dan twee naar onder? Nee, want daar zit bij mij een bom. Of een zwart vakje. Ja. Een zwarte vakje zijn. Er is waarschijnlijk maar één route. Maar, doe eens drie omhoog. Ja, dat kan gewoon. Ja. Jij zei net dat daar een bom zat. Nee. Nu twee naar... Ik kan nu nog twee naar links en dan zit er de bom zowel links ja, als boven. Ja, nee, dat kan. Maar dit... Oké. Twee naar links, ja. Nu kan ik alleen naar beneden. Ja, dat is goed. En kan jij dan nog twee naar links? Ja. Ja? Dan ga ik nu... twee omhoog. En dan ga ik weer naar links. Ja. Hoeveel kan ik naar links? Drie? Ja, drie kan. Ga jij omhoog? Dan ga ik er twee omhoog. Ja. Dan kan ik er drie naar links. Ja. Kan je nu niet verder naar links? Nee. Kan je wel één omhoog, één naar rechts? Ja. Dan kan ik er nu twee omhoog? Ja. Kan jij naar links? Twee. Meer? Nee. Eén of twee? Twee. Kun jij één omlaag? Ja. Kan jij naar links? Twee naar links? Ja. Kun jij twee omhoog? Ja, lekker. Nog één. Ja. Oh. En nu? En nu? Is er nu iets gebeurd? Nu zijn we denk ik aangekomen. Ik kan er niet uit. Ik ook niet. Ik wil even op dit ding gaan staan. Ja. Ja, ik kan naar boven. Ja. Ik kan niet trap lopen, maar wel omhoog springen. Daar is Schatteiland. Ja, we zijn op zee. We gaan het luik in. Ja. We gaan lekker. Uit. En nu? Gaan we naar zwemmen? Denk het. Ja, we konden eerder ook zwemmen. Ja, we zijn op het Schatteiland. We zoeken de schat. Het lijkt me een punt waar we heen... Oh! Ah, we hebben de schat gevonden. Thanks for playing. If you enjoyed, please wishlist the full game. Way ahead of you. Dat heb ik al lang gedaan. Hey, uurtje. Not bad. Ja. Maar één grote fout gemaakt volgens mij. Wat dan? Met die flessen? Nee, ik zei niet dat er een bom was volgens mij. Maar ik weet het niet meer zeker. Oh, dat maakt niet uit. We hebben het gehaald binnen een uurtje. We hebben aan de wishlist hebben we hem al toegevoegd. Dus als de hele game uitkomt, gaan we deze ook weer samen beleven. Dan hopen we jullie daar weer te zien. Joejoe! Doei!